De tijd van je leven. Presentatie Dick Klees. Welkom bij de zomertijd van je leven, waarin, zoals u wellicht heeft gemerkt, het hoorspel in al zijn facetten deze zomer centraal staat. We gaan er zo dadelijk met Luc Lutz over praten en u hoort alvast een fragmentje uit het hoorspel dat we later in zijn geheel herhalen. Een aflevering van advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Heeft deze zaak een achteruitgang? Nee. In dat geval bedraagt uw btw $56.30, mevrouw. Dat is ook toevallig. Precies het bedrag dat wij in de taxis voor moeten betalen. Wat ben ik u eigenlijk schuldig? Dat is een goede vraag, mevrouwtje. Ik zal even de rekening opmaken, hoor. En is niet meer. 7 uur werk, 1 uur normale tijd, 30 minuten overwerk, 1 uur voor de lunch. Het paard, $1. Dat is 4 × 4 is 28 × 12. Dat maakt samen 32. Min Ravelli. Dus dan komt daarbij mevrouw Jackson, ik ben eruit. Staat precies een honorarium van precies $56.30. Maar dat is net het zoveel als ik aan de belasting moet betalen. Nou, meneer Flywheel, u zou me toch een groot plezier doen om er toch nog eens even rustig voor te rekenen hoe u aan zo'n bedrag komt. Hoe ik aan zo'n bedrag? Nou, wel, je gaat bij Hemingway Avenue de stad uit, dan terug via de 10th Street, Billy Boulevard oversteken. En voor je dan bij 555 Boulevard Avenue bent, dan kom je aan een bedrag van $56.30. Dat is toch heel ingewikkeld allemaal, zeg. Ik zou het toch op prijs stellen als u even met mij mee naar boven ging, naar mijn bureau. Oh. Om het daar nog eens voor mij uit te tekenen op de plattegrond. Oké, baby. Ravelli, mevrouw en ik gaan boven even verder uitwerken. Op de plattegrond. Kom hier, meneer Flywheel, dan gaan we naar boven. Ja, gaat u maar voor. Advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel was een komisch hoorspel in 25 delen... dat de AVRO 10 jaar geleden op zondagmiddag uitzond. Het waren radiospelen door de beroemde Marx Brothers in de jaren 60... die door Chris van Horen werden vertaald en bewerkt. Regisseur Hero Muller contracteerde voor de twee hoofdrollen Pieter en Luc Lutz. En de laatste is vanmiddag bij ons aan tafel, meneer Lutz. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, we zijn blij dat u wilde komen. U hebt al eerder een aflevering gehoord. Wat vond u daarvan zo na een jaar of 10? Nou, ik dacht eigenlijk, het zal wel een beetje versleten zijn, een beetje gedateerd en misschien niet leuk. Maar ik moet zeggen, ik heb geamuseerd geluisterd en nou weer. En als ik dat dan hoor, denk ik, oh, dat is toch eigenlijk ongelooflijk leuk. Ik dacht, zouden de mensen dat nou pakken en zou dat nou overkomen? Maar dat is kennelijk toch wel. Dit is iets van alle tijden. Ja, maar ik hoor dit nu echt, dat verzeker ik je, dat is helemaal fris voor mij. Hè? Ik heb niet de herinnering van, dat heb ik toen opgenomen of wat dan ook. Maar ik ervaar het gewoon als iets wat ik nog niet gehoord of gekend heb. En dan vind ik het heel leuk om naar te luisteren. Ja. Is dat omdat u zoveel hebt gespeeld en dat u dat allemaal niet terugziet? Nou ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk eigenlijk zo, het meeste wat je doet is natuurlijk eigenlijk lucht. Hè? Ik bedoel, je doet het en het is weg. En het is leuk voor mensen dat ze dan even iets in herinnering houden. Dan is dat altijd erg aardig. Nou hoor, kijk, wel eens reacties natuurlijk van dingen die heel lang geleden zijn. Dan denk ik, oh, dat vind ik toch aardig. Maar het is bedoeld voor dat moment. Maar ik vind het wel leuk dat ze dit überhaupt bewaard hebben. Dat vind ik toch wel aardig. Vindt u dat ook het aardige van radio- en televisiewerk, dat het wat minder lucht is, omdat het bewaard kan blijven? Ja, zeker. En zeker vind ik dat, ja. Want je had vroeger wel filmpjes en zo, heel oud. En ja, daar kon je niks uit afleiden. Want dat was allemaal te snel en te vaag. Hè? Maar nu met de moderne technieken, ja, is dat natuurlijk kostelijk dat je dan dingen kunt bewaren. Maar mist de acteur die alleen maar in het theater staat die reflectie? Want dan is het optimaal lucht, want het is de volgende keer weer weg. U bedoelt dat ik dus in het theater meer reflectie heb? Ja, of dat het de instelling is van de acteur, dat hij daar laconiek mee kan omgaan. Je altijd inzetten voor die prestatie, maar de volgende avond moet die weer ten volle helemaal geconstrueerd worden. En dat moet je kunnen. Ja, maar kijk, dat heeft natuurlijk met ambachtelijkheid te maken, hè.
Kijk, je moet je dus niet voorstellen wat mogelijk bij sommige toeschouwers wel eens zou kunnen leven. Dat ze denken van, ach, die mensen, en die zitten nu daar en oh, zo. Weet je wel, dat zwermerische gedoe. Ik herinner me, we hadden een heel tragisch stuk gespeeld. Er was een collega, die had niks met het stuk te maken, die kende het ook niet. Maar die was bij de première. En wij zaten in de kleedkamer met een beetje grappige dingen te vertellen en te lachen en weet ik veel wat af. En hij kwam binnen met een gezicht zo van, prachtig jongens, goed, een mooie, mooie avond. En wij voelden ons een beetje gegeneerd. Begrijp je, dat is natuurlijk ook het absurde. Het is natuurlijk, kijk, het is niet zo dat je, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat je je zo identificeert met een personage, dat je dan ook zo loopt of denkt of voelt, dat kan helemaal niet. Dat personage hier, hè, in deze serie, de advocaat Flywheel, wat was dat voor iemand? Nou, ik denk dat die een beetje gebaseerd is op die Croucho, hè, die Groucho Marx. Want die Croucho is natuurlijk een hele, een beetje grove man, hè, een directe man, die zegt de vreselijkste dingen. En dat ratelt maar door. Dat heeft natuurlijk ook een ongelooflijk humoristische impact. Hè? Want hij zet iedereen op het verkeerde spoor. Hij belazert iedereen. Hè? En toen dacht ik misschien dat dat flywheel, zo'n vliegwiel, dat is natuurlijk zo'n klein wieltje dat eigenlijk alles aandrijft en dat de hele boel in beweging brengt. Hè? En wat was dan de functie van uw broer Pieter? Die speelde de divisie-maat Ravelli. Ja, dat was een, ik weet niet op welke van die broers dat geënt is, maar dat is, ja, hoe moet ik het zeggen, dat is natuurlijk een respondent, hè? Dat is een tegengasgever en dat gaat ook allemaal met een enorme snelheid en hij is eigenlijk de enige die min of meer die man aan kan, hè? Ja, maar was u ook een fan van de Marx Brothers? Nou, het gekke is, ik herinner me uit mijn jeugd en dat als ik dat zag, de Marx Brothers, dat het voor mij iets vreemds had. Je kon ook niet alles begrijpen en het waren van die gekke figuren. Als je die Croucho met die grote snor en die schele ogen en weet u nog hoe de anderen heten? Ja, dat heb ik ergens genoteerd. Dat was Chico. Ja, stel je voor, zeg, ik heb een aardig geheugen, maar Chico, ja? Harpo, Gumo en, u noemde, en Seppo. Oh, en een Groucho noemde u al. Dus het waren werkelijk vijf broers. Ja, dat was echt. Ja, ja. Ja, dat was echt. En ze hebben in het begin hebben ze dus met z'n allen in een vaudevilletheater gestaan. En ze kwamen geëmigreerd, dus een Joodse familie, naar Amerika. En hebben daar toch aardige dingen bereikt. En toen zijn ze op een goede dag gaan filmen. Dat was geloof ik in de jaren 29, 25, 26, 27. Dus ook vlak voor die grote crisis. En hebben daar vrij veel succes gehad. En ja, toen zijn ze. Maar hoe dit nou ontstaan is, heb ik nooit een idee van. Maar vindt u het niet jammer dat u niet nog twee broers had bij het toneel? Maar drie is wel veel, hè? Ja, ja, dat zou wel aardig geweest zijn. Ja. U had mijn zoon misschien kunnen meedoen. Ja, u hebt al met hem gespeeld. Ja, ja. Bij de VARA? Nee, dat was bij de NCRV. Oh, de NCRV. Nou, dat is een beetje familie. Weet u wat, meneer Lutz? We gaan verder praten nadat we de aflevering van advocatenkantoor Flywheel Scheister en Flywheel van 11 november 1990 hebben gehoord. Zet u stap, dan doen de luisteraars dat ook. In deze aflevering hoort u dan, behalve uzelf en uw broer Pieter Lutz, hoort u Maria Lindes, ook de stemmen van Corrie van der Linden, Olaf Wijnands en Hans Pauwels. En als we ons niet vergissen, ook nog even de blaffende honden van Jan Zijdel. Als u daarop let, misschien komt daar nog een verhaal uit. Advocatenkantoor, Flywheel, Scheiste en Flywheel. Scheister en Flywheel? Ja? Wie, zegt u? Met wie wilt u spreken?
Oh, ogenblikje hoor. Meneer Flywheel, misschien wilt u deze persoon even te woord staan. Kan er geen touw aan vastknopen? Ja, u moet ook een gesprek aanknopen, Miss Dimple. Geen touw. Oh. Nou, ik zal het u voor, dan geef je haakjes hier zo. Ja. Hallo? Met wie wilt u spreken? Met meneer Tilson? Ja, maar welke meneer Tilson dan? Senior of junior? Oh, dat weet u niet. Ja, ja. Nou, is de meneer Tilson die u zoekt een lange of een korte man? Kort! Ja, dan bedoelt u de heer Tilson junior. Dus twee dingen goed onthouden voortaan, hè. Tilson senior is lang en Tilson junior is kort. Precies. Alleen heeft u niks aan die wetenschap, want dan werkt hij helemaal geen meneer Tilson. Verkeerd verbonden, denk ik ook, ja. Goedendag. Zeg, meneer Flywheel, weet u dat u een touwtje om uw wijsvinger hebt zitten? Touwtje? Ja. Oh, ja, dat is waar ook, ja. Heb ik er gisteravond omgeknoopt. Om vooral niet te vergeten dat ik u vandaag iets heel belangrijks moest vragen. Oh jeetje, die meneer Flywheel. En wat is dat dan, dat belangrijke, dat u mij wilt vragen? Straal vergeten. Oh. Ja, of het zou moeten zijn dat ik u wilde vragen het touwtje van mijn vinger te halen, want die strik zit behoorlijk in de knoop, zeg. Nee, ho! Ik weet het alweer. Dat dubbeltje, hè, dat we gisteren hier gevonden hebben, dat wilde ik op mijn bankrekening gaan storten. Maar waar hebben we het nou ook alweer gelaten? U hebt het gisteren zelf daar in die la gelegd, in de linker. Deze la? Ja. Maar dan? Miss Dimple, het geld is verdwenen. Mijn dubbeltje gestolen. Oh, maar daar komt net uw assistent meneer Ravelli binnen. Misschien dat hij er iets van weet. Hoi, baas. Hoi, Miss Dimple. Ja, laat dat hooien nou maar aan de boeren over, Ravelli. Wat weet jij van dat dubbeltje dat hier in deze la lag? Dat heb ik gisteravond nog zien liggen. Nog voordat de tamboer en pijpenkorrels voorbij kwam. Ja, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, dat er natuurlijk een kans in zit dat zo'n dubbeltje met de muziek mee is, hè. Nou, en dan kan jij wel naar je geld fluiten. U zou hem natuurlijk even kunnen fouilleren. Wat? Meneer Flywheel? Fouilleren? Iemand doodschieten voor een miserige 10 centen. Nee, jij gaat op de stoel. Nog beter. Oh, nee, dat pik ik niet. Ik eis een behoorlijk proces. Al ga je op je kop staan, baas. Op je kop staan? Je moet aan mij geen dingen vragen die jij zelf ook niet kunt. Ik? Niet op mijn kop staan? Kom nou, let maar eens op. 1, 2, 3. Oh, vlug, Miss Dimple, pak hem vast en schudden. Schudden maar. En wat komt daaruit, meneer? Zijn zakrollen? Een dubbeltje en 2 cent. Ja, is natuurlijk de rente, hè? Kunnen het geld, geloof ik, beter in Ravelli zijn zak laten zitten. In plaats van naar de bank te brengen, zeg. 20% interest binnen een dag. Niet gek, hoor. En jij, Ravelli, heb jij nog iets dat je verdediging in te brengen? Het was een misverstand. Baas, een vergissing, echt waar. Ik zou nooit dat... Ik zou nooit dat dubbeltje gepikt hebben, maar ik dacht dat het een kwartje was. En ik word er toch al nooit serieus genomen. En dan wil ik zo graag nog een keer een duit in het zakje doen. En dan kom ik... Ja, goed. Het geld is weer terecht en dat is het belangrijkste. Laat hem maar los, Miss Dimple. En laat jij Miss Dimple los, Ravelli. Trouwens, wat heb je deze morgen eigenlijk uitgevoerd? Ik heb 2 uur hier op de hoek gestaan, naar een ongeluk gekeken. Ach, een ongeluk? Een stevig? Zit er een rechtszaak in? Nou, er liep een man zo onder een bakkerswagen. En het was de schuld van de bakker, want die had zowel naar links als naar rechts kunnen uitwijken. Hij had alle keus. Onzin, als die bakker echt een keus had gehad, was die nooit bakker geworden. Ja, het was echt zijn schuld, hoor. Echt waar, die bakker reed en at tegelijk een stuk taart. Hij zat dus taart te eten terwijl die reed? Ja. Ja, maar dat zegt op zich nog niks. Hoe zat het dan met zijn klakson en zijn richtingaanwijzers? Hij gaf toch wel iets aan? Niks, geen kruimel. Zelfs zijn paard kreeg geen stukje van hem. Nou, de man wordt nu wel heel verdacht, zeg. Dus zelfs zijn paard kreeg geen stukje taart van hem? En weet je ook waarom? Nou, ik denk dat hij in een auto reed en dus helemaal geen paard had. En wat staat u daar nou te hinneken, Miss Dimple? Neemt u me niet kwalijk. Bent u meneer Flywheel? Voor ik die vraag beantwoord, een tegenvraag. Bent u mevrouw Flywheel? Wat is het idee, zeg. Oké, wat een geluk voor me. Ja, dat ben ik inderdaad, meneer Flywheel. En ik denk dat ik wel weet wie u bent. Wel aan. En wie ben ik dan?
Ik geef het op. Wie bent u? Ik geef ook op. Maar ja, ik heb gisteren nogal zwaar getafeld. Hè? Mijn naam is mevrouw Jackson. En ik ben bij u gekomen omdat u mij moet helpen met mijn belasting. U helpen met uw belasting? Zo'n flinke vrouw. Ik vind dat u zelf maar moet betalen, hoor. Het gaat niet om het betalen. Het gaat erom of de aanslag niet te hoog is. En dan met name de BTW. Heeft mijn jongste broer ook een BTW? Lekker autootje. Ja, we hebben het over BTW, Ravelli. Belasting toegevoegde waarde. Precies. Wat mijn broer altijd zegt, voor de buurt ben je met zo'n kar meer waard, maar het is wel een hele belasting. Ravelli, om doofstom te zijn, hoef jij nog alleen maar doof te worden. Mijn heren, waar heeft u het toch steeds over? Over uw aanslag, mevrouw Jackson. Oh. Ja, toen die aanslag gepleegd werd, heeft u zich toen verzet tegen uw aanrander. Nee, zeker. Och, ik ben hier niet gekomen om me te laten beledigen. Hebt u toch het verkeerde kantoor gekozen? Let u maar niet op hem, mevrouwtje. Hij verkeert nog in het stadium waarin men denkt dat de waarheid altijd maar hardop gezegd kan worden. Nou, waar waren we? Ah ja, uw belastingformulier aan het werk. Ja, ik heb een kopie meegebracht. Nog helemaal blanco, uiteraard. Ja, natuurlijk, mevrouw, ja. Ik heb het origineel hier. Ja, ook nog helemaal blanco. Hè? Ik noem het Ravelli. Ja, en er zijn een paar vragen waar ik helemaal niet uitkom. Misschien kunt u daar eens even naar kijken. Ja, laat eens even kijken, ja. Juist, ja. Mm-hmm. Toch weinig onderhoudende lectuur, hè? Vindt u ook niet? U heeft niet toevallig een aanslag vermakelijkheidsbelasting ontvangen? Het is allemaal zo gecompliceerd. Nou, dat valt wel mee, hoor. Kind kan de was doen. Ravelli, haal jij even een kind van de straat? Want ik weet met deze toelichting geen raad. Hey, mag ik ook eens kijken? Oh, wat saai, daar staan geen eens plaatjes in. En rustig aan nou, hè. We beginnen bij het begin. Vraag 1. Resideert u permanent in de Verenigde Staten? Wat een flauwekul. Iedereen weet dat meneer Hoover over ons resideert. Hij is de resident van Amerika. En een permanent heeft hij ook niet. Mevrouw Hoover, ja, die heeft een permanent. Ja, ja, maar volgens mij wordt hier toch bedoeld of je een ingezetene bent. Ja, dat vraag ik toch niet aan een dame zoals u. Kijk, meneer Flywheel hier en ik, ja, wij hebben er regelmatig ingezeten. Maar ze moest ons altijd weer laten gaan. We hebben namelijk een hele goede advocaat. Dus als u straks uw belastingmannetje wilt aanklagen, dan heb ik nog een prima adresje voor u, hoor. Ja, maar die komt dicht, hè. Luister hier maar eens naar. Moet je kijken. Op onder uw toezicht behorende onroerende goederen rustende hypotheken, comma, kan in bijzondere gevallen een uitzondering op de geldende regels worden gemaakt. Nou, wij lachen. En kan een eenmalige aftrek volgens artikel 162a lid S tot en met Q van de wet op onderpanden van 1928 sub B van toepassing zijn. Nou, jij. Nou, dit is wel heel makkelijk, baas. Nee, dan heb ik een beter raadsel. Mevrouw. Er staan 13 man onder een paraplu en maar 1 wordt een nat. Hoe kan dat? Nou, ik zou het werkelijk niet weten. Omdat het helemaal niet regende. Maar waarom werd die ene kerel dan wel nat? Nou, die was naar huis gegaan om te douchen. Meneer Flywheel, wat heeft dat toch allemaal met mijn aftrekposten te maken? Ja, luister eens, mevrouwtje, als de inspecteur goed zou vinden dat we alles wat in de aanslag staat aftrekken, dan zou de man ook maar een slap Janus zijn. Nee, we moeten feiten aandragen. Waar leeft u eigenlijk van? Ik heb een cadeaushop. Cadeaushop? Blijft de vraag waar u van leeft. Ja, maar goed, zoals het spreekwoord zegt, wie geeft wat hij heeft, zal weinig overhouden. En zuinigheid en vlijt bouwt luis als kamelen. U merkt, dame, ook voor spreekwoorden en gezegdes bent u bij Flywheel aan het juiste adres. Wie in een glazen huisje woont, moet zich niet uitkleden. Ja, vanmiddag kom ik even bij u langs, hè? En dan heb ik precies berekend hoeveel u kwijt bent. Ravelli. Wie zijn neus schendt, moet op de blaren zitten. Hè, alsjeblieft, Ravelli. Oost-West, thuis is het ook niet alles. Ja, stop nou met je verspreekwoorden en haal de vlerken. De vlerken? Ja, u hebt nog lang genoeg beslag op de tijd gelegd. U vliegt eruit. Taxi! Taxi! Waar heb je nou een taxi voor nodig, baas? We zijn er al bijna. Ja, zie je mij, een Flywheel, lopend bij mevrouw Jackson aankomen? Ja, ik dacht dat je lopend juist eerder zou afvallen. Ik heb het over stijl, Ravelli. Over, oh, weer een hond. Over waardigheid. Maar ja,
wat voor een schoolopleiding heb jij ook helemaal gehad, hè? Oh, toch zo'n 6 jaar alles bij elkaar, baas. In één en dezelfde klas, ja. Het is maar een heel klein beetje. Laat posten maar het maar niet horen. Nou ja, u weet wat ze zeggen, baas. Een beetje klasse kan geen kwaad. Dat zie je. Oh, naar 555 Boulevard Avenue, chauffeur. Cadeaushop, Jackson. Ja, klim er maar in, hier, hè. Mooi. Baas, hoe denkt u eigenlijk deze rit te betalen? Ravelli, je kent het spreekwoord, hè. Komt tijd, komt raad. Komt tijd, komt raad. Ik geef het op, baas. Hé, wat zeur je nou, man? Nou, ik heb het even de tijd gegeven, maar ik kan het niet raden. Ik heb nog niet toevallig begrepen dat jullie geen geld op zak hebben, hè? Oh, hebben we hem bij de handje achter het stuur? Ja, hij kan moeilijk met zijn voeten sturen, baas. Juist. Toevallig ben ik heel erg bij de tijd, joh. Toevallig, ja. Als jij daar zo bij de hand bent, vertel me dan eens. Als ik nou deze brief post, wordt hij dan morgen in Philadelphia bezorgd? Ja, tuurlijk. Morgenochtend voor 10, hè. Fout, hij wordt helemaal niet in Philadelphia bezorgd. Want ik heb hem toevallig geschreven aan iemand in Boston. Hé, hey. Kijk nou eens, baas. Er komt een agent op ons afgerend. Nee, toch? Ja, wat is het nummer 15? Ja, wat is er nou weer aan de hand? Nee, maar zeg, hij springt zomaar op de treinplank, hé, agent. We hebben je toch niet uitgenodigd, is het wel? En er zit nog een politieauto achter ons aan ook, zeg. Kom dicht, jij. Hé, hey, chauffeur, volg dat busje. Oh. Er zitten zwaar bewapende boeven in die net een bank hebben overgevallen. En let een beetje op de kogels, want ze schieten als gekken. Oké, agent, we zullen die ratten eens even een poepje laten raken. Ratten, kunnen we nou niet beter even hier op de hoek stoppen en wat kaas kopen? Kaas kopen? Waarvoor? Ik heb nog niet gelukt. Als jullie verstandig zijn, dan ga je op de bodem liggen. Straks vliegen de kogels je op de oren. Kijk, ga ze een beetje zijn. Au! Iemand getroffen? Ja, ik. 85 kilo flywheel op mijn god, wat heb ik het getroffen? Bij de volgende kruising, linksaf, chauffeur, dan komen we langs het huis van mijn vriendin. Ze zal het heerlijk vinden om te zien dat er op Ravelli geschoten wordt. Geen flauwekul, alsjeblieft! Blijven volgen, chauffeur. Yeah. Die kerels hebben net voor $10,000 gestolen. Ja, maar omdat die kerels geld hebben, hoeven wij er toch niet achteraan te jagen. Oké, ze zijn rijk en u bent arm, agent. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat u minder aardig bent dan die bandieten. Maar dat zijn boeven, moordenaars. Ja, en ik blijf volhouden dat u minstens zo aardig bent als dat schoren. U hebt last van een minderwaardigheidscomplex, dat is alles. Zeg, agent, er wordt gericht geschoten volgens mij. Zou jij nou niet eens even terugschieten, hè? Ik weet het niet. Ik ben oud. Oh, ik ben helemaal de kluts kwijt. Die meneer heeft me zo aan het twijfelen gemaakt. Kan een van jullie die revolver dan misschien even overnemen, ja? En straks zeker een bekeuring krijgen dat ik geen wapenvergunning heb. Dank je feestelijk. Ik wou dat mijn vader hier was. Die heeft een dodelijk schot. Jouw vader? Ja, in alle twee zijn benen. Hij heeft nog een tijdje voor blauw-wit gevoetbald. Nou ja, blauw-wit. Iedereen speelde in wit, alleen mijn vader niet. Die was altijd blauw. Pas op! Dan gooien ze nog een handgranaat ook! Hé, hey, baas! Kijk nou eens wat ik gevangen heb. Een ananas! Gooi weg, man! Dat is een handgranaat! Typisch Ravelli, hij pakt nooit wat aan. Behalve een handgranaat. En een kou, die pakt hij. Sneller, chauffeur! Sneller! Ja, we halen ze in. Zo? We halen ze in. Goed zo, chauffeur. Juist, dit moet niet te lang duren, ja. Dit ritje wordt steeds zwaarder, man. Als je alsmaar zwaarder wordt, moet je een tijdje geen aardappelen meer eten. Hey, houd toch op, eigen heimen, Ravelli. Oh, dat doet me eraan denken. Weet u wat ik gisteren nog wou? Geen idee. Pond suiker. Wat een mop, hè. Hé, hey, baas, zouden die kerels echt $10,000 op zak hebben? Het is dan maar te hopen dat wij ze pakken, maar de taximeter staat er op $6.50. Ja, dat zeg je zo wat, zeg. Hé, hey, agent, agent! Ja, wat is er? Waar gaan we eigenlijk heen? Oh. Ik denk dat ze proberen weg te vluchten richting grens. Maar we blijven ze op de hielen zitten. Ja, maar zou u die boeven dan toch niet kunnen vragen of ze onze plezier zouden willen doen? Maar wat wilt u nou eigenlijk van dat gespuis? Omdat ze nou toch achtervolgd worden, vinden ze het misschien niet zo erg om achtervolgd te worden tot aan de cadeaushop van mevrouw Jackson, hè? Want we hebben daar een afspraak en we zijn een beetje aan de late kant. Wat een geluk, hè? Dat die boeven de grens over zijn gevlucht, hè, baas? Ja, op het allerlaatste moment dacht ik toch dat wij ze zouden inhalen. Je moet er toch niet aan denken. Zo, we zijn er.
Hier is het adres, 555 Boulevard Avenue. Ja hoor, dat klopt, ja, Mrs. Jackson's cadeaushop. Prima gereden hoor, boefie. Je wil, beschoten als het ware over de weg. En als je ooit met je vrouw en je kinderen bij ons in de buurt bent, moet je zeker langskomen, hè? Tracteren we jullie op een partijtje diefie met verlos. Kom op, Ravelli, aan de slag. Ja, hey, wacht eens even, ja? Momentje graag. Wat dacht meneer van betalen? Oh, dat denk ik nooit aan, kwestie van principe. Nou, dat is dan $56.30. $56? Onmogelijk. Luister eens even hier, maat. Na zo'n dode rit op praktisch het halve land, ga je toch hopen niet nog eens even staan pingelen over een prijs van $56, ja? Ja, pingelen vind ik prima, maar betalen, geen sprake van. En of jij gaat betalen, makker? Nou, niet opgebonden worden, chauffeur. Luister. Wij moeten binnen een mevrouw spreken. Zakelijk. En ik denk dat die mevrouw alles gaat betalen. Dus wacht hem even rustig tot wij weer naar buiten komen. Oké, ik wacht, ja. Maar niet te lang, hè? Hooguit 10 minuten, hoor. En zijn we dan nog niet buiten, dan hoef je wat ons betreft niet langer te wachten, hoor. Ik zit hier buiten te wachten, reken maar. Maak je maar geen zorgen. Ja, mooi. En ik zit binnen, hè. Maar ik ben bang dat ik me wel zorgen maak. Kom op, Ravelli, aan de slag. Mooie winkelbaas. Nee maar, de heren zelf. Weet u hoe laat het inmiddels is? Vrees van wel, mijn lieve mevrouw Jackson. Maar er zijn nog belangrijke vragen in het leven. Zoals bijvoorbeeld deze. Heeft deze zaak een achteruitgang? En hoe staat het met mijn BTW? Nou, laten we nou de vragen stuk voor stuk doornemen, mevrouw. Heeft deze zaak een achteruitgang? Nee. In dat geval bedraagt uw btw $56.30, mevrouw. Dat is ook toevallig. Precies het bedrag dat wij in de taxis voor moeten betalen. Het is een belachelijk bedrag. Veel te hoog, dat betaal ik niet. Zijn er dan al 3 die niet betalen, hè? Overigens, mevrouw Jackson, weet u misschien een middeltje tegen uitvallend haar? Wat? Heel simpel, mevrouw. Zodra u weer een dot ziet vallen, gauw even opzij springen, hè? En wat die $56 betreft, dan zou u alsnog snel een achteruitgang laten bouwen. Hadden we dat geld graag cash ontvangen, om precies te zijn, nu. Onzin. Als ik werkelijk zoveel btw moet betalen, dan kan ik dat toch zeker rechtstreeks overmaken naar de belastinginspecteur. Worden wij soms niet meer vertrouwd? Ach nee, daar gaat het niet om. Maar ik betaal mijn belasting altijd in termijn. 1 keer in de 3 maanden. Nee, daar hebben we niks aan. Zo lang kunnen wij die taxen niet laten wachten. Maar nog los van dat ik de overheid moet betalen, wat ben ik u eigenlijk schuldig? Dat is een goede vraag, mevrouwtje. Ik zal even de rekening opmaken, hoor. En is niet meer. 17, 3 uur werk, 1 uur normale tijd, 30 minuten overwerk, 1 uur voor de lunch. Het paard, $1, dat is 4 maal 4 is 28 en 12, dat maakt samen 32, min Ravelli. Dus dan komt daarbij mevrouw Jackson, ik ben eruit. Staat precies een honorarium van precies $56.30. Dat is net het zoveel als ik aan de belasting moet betalen. Nou, meneer Flybel, u zou me toch een groot plezier doen er toch nog eens even rustig voor te rekenen hoe u aan zo'n bedrag komt. Hoe ik aan zo'n bedrag? Nou, wel, je gaat bij Hemingway Avenue de stad uit, dan terug via de 10th Street, Billy Boulevard oversteken, en voor je dan bij 555 Boulevard Avenue bent, dan kom je aan een bedrag van $56.30. Heel ingewikkeld allemaal, zeg. Ik zou het toch op prijs stellen als u even met mij mee naar boven ging, naar mijn bureau. Oh. Om het daar nog eens voor mij uit te tekenen op de plattegrond. Oké, baby. Ravelli, mevrouw en ik gaan boven even verder uitwerken op de plattegrond. Dus let jij inmiddels even op de winkel, ja? Ja, en als de klanten komen, dan moet u mij maar even roepen, meneer. Kom prima voor elkaar, dame. Kom hier, meneer Flywheel, dan gaan we naar boven. Ja, gaat u maar voor de stoel. Zo, maatje. Hoe lang denk je dat je mij nog kunt laten wachten? Hé, chauffeur. Kom je als klant binnen? Want dan moet ik even roepen. Ik wil mijn $56, ja? Die wil ik nu. Kijk eens dan. Dus we hebben al 30 cent korting. Maar je staat er recht tegen de verkeerde aan te praten, hoor. Ik heb je nog nooit gezien. Trouwens, wilt u niet iets kopen? Wat dacht u van dit schattige dameshoedje? Wat, mot? Ik ben een dameshoedje, man. Nou, zet er eens op, hè. Hier, deze bijvoorbeeld, leuk. Ah, gaat er. Ja, misschien wel een leuk cadeautje. Ja, voor mevrouw. Wat kost die ding? Dat is dan precies $56.30 voor meneer.
Zal ik het leuk inpakken of houdt u toch op tot thuis? Jij durft wel, hè? $6.50 voor zo'n klein rothoedje. Te klein? Oké, rustig aan. Hier, pak hem een groter exemplaar. Kost je geen cent meer. Ja, ik wil het erin lijzen, hè? Vertel op! Waar is mijn geld? Waar is die andere griezel, die met die grote snor? Die is boven, beter zijn snor af te scheren. Waarom scheert hij boven zijn snor af? Hij scheert hem af, zodat jij hem niet meer zou herkennen. Aha! Hij denkt dus dat hij naar erin kan laten lopen, hè? Ik zou er ook een kunnen laten lopen, alleen zou het bij mij langer duren. Hoezo? Bij mij duurt het maanden eer ik zo'n snor heb. Meneer Flywheel, dit is belachelijk. Op het hele formulier staat geen bedrag ingevuld. Geen vraag is beantwoord. Volgens mij hebt u er niet eens naar gekeken. Ja, dat zit wel snor, mevrouwtje. Ik heb alles in mijn kop. Als u een röntgenapparaat had, zou ik het u zo kunnen laten zien. Juist, daar hebben we die andere griezel. Luister, maatje, ik ben dat wachten meer dan zat. Anders ik wel. U krijgt van mij geen cent meer, meneer Flywheel. Ik ga nu naar het belastingkantoor en laat de inspecteur zelf het hele zaakje regelen. Nou, je hoort mevrouw, hè, Ravelli. Wel onmiddellijk een taxi voor haar. Oh, wacht even. Chauffeur, brengt u deze dame overal waar ze maar heen wil? Ja, hè? Ja, en waar mijn geld dan mogen blijven, dat... Mevrouw Jackson, ik mag toch aannemen dat u bij aankomst aan deze chauffeur betaalt wat er op de meter aangegeven wordt? Ja, waar ziet u mij vooraan? Een zwart rijdster? Hoor je, chauffeur? Deze dame hier neemt de taxi. Ja, dat zal wel. Nou, ja. Dat zal wel goed zijn, ja. Komt je maar, Hey, kijk uit, baas! Een pitbull! Staat u mij toe even te helpen, dame? Hier. Tot kijk dan maar weer, hè, mevrouwtje? Vaarwel! Nou, baas, daar komen we mooi vanaf. Ja, noem het maar mooi, zeg. Enig idee hoe we thuis moeten komen? Is dat toch ver dan? Nou, hemelsbreed, 40 kilometer. Dat is een vogelvlucht 50 en in jouw tempo 60 kilometer, schat ik. Hè? Geen zorgen, baas, ik heb nog een dubbeltje. Ik bel Miss Dimple en zeg haar dat ze direct hierheen moet komen. Ja, maar daar schieten we toch niks mee op, Ravelli? Zij heeft ook geen geld voor een taxi. Weet ik, baas, maar met z'n drietjes loopt het toch veel gezelliger. U heeft geluisterd naar advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Deze aflevering heette Aanpakken en Wegwezen. De rolverdeling was als volgt. Waldorf, T. Flywheel, Luc Lutz. Emmanuel Ravelli, Pieter Lutz. Miss Dimple, secretaresse Maria Lindes. Mrs. Jackson, Currie van der Linden, taxichauffeur Olaf Wijnands en een agent Hans Pauwels. De inspiciënt was Monique Stam. Technische realisatie Ton Prudon, bewerking Chris van Horen en de geluiden waren van Jan Zeidel. De regie had Hero Muller. Dit hoorspel werd eerder uitgezonden op 11 november 1990. En bovendien is dit een hele bijzondere gelegenheid om u aan te kondigen dat dit mijn eerste rol was als omroeper. Ik dank u. En de omroeper hier bij de AVO op Radio 5 was Luc Lutz. En dat voorspelt een enorme toekomst. Ik kan aan de toon horen dat u het altijd had willen zijn. Ja, dat is inderdaad. Het lijkt me het leukste wat er bestaat. Ja, de omroepers zijn een beetje uit de tijd. Hè? Je had zo'n radiotijd waarin het stond als een huis, maar dat heb je toch niet meer. Ja, en het merkwaardige was natuurlijk dat ze altijd zo prachtig Nederlands spraken en altijd een beetje deftig. Vooral, hè? Bij de AVRO. Ja, zeker bij de AVRO, ja. U hebt heel veel voor de KRO gewerkt. Ja. En toen ineens werd er gezegd, door de bisschoppen, hè, nou, wat voor geloof je ook hebt, je mag daar wel een andere omroep kiezen. En toen was u de eerste die ook voor de VARA ging werken. Oh ja, dat was in de tijd van de, hoe heette dat nou ook weer? Dat je iets kon loslaten. Ja, dat nou, is dus het moment dat de bisschoppen het goed vonden dat je ook een beetje socialistisch dacht. En ja, en dat was. God, hoe heette dat nou? Maar u heette een doorbraakartiest. Ja, de doorbraak. Maar ja, zo heette dat ook. Ja. Dat, en toen zeiden ze van, hij is een doorbraakartiest omdat ik voor de VARA werkte ineens. Ja, dat is een kostelijke. Nou, dit was dan weer voor de AVRO, de algemene. Als u het nou zo terug hoort, wat is dan de reactie?
Nou, dan is mijn eerste reactie dat ik denk, gut, er is ooit eens een keer geweest. Het zit vol met zoveel gekke dingetjes, zulke kostelijke dialogen. En ja, het is natuurlijk doodvermoeiend als je zo'n man om je heen zou hebben. Maar hij wint het daardoor steeds. Hè, door zijn snelheid, zijn vindingrijkheid, zijn mallotigheid. En dat is natuurlijk de kracht van die dingen. Maar bovendien is het een hele geestige dialoog. Hè? En u hebt misschien wel gemerkt, wij doen dat vrij snel. Want als je dit natuurlijk op papier zou zetten en zeggen, ga dat eens lezen, dan zou je denken, hè, wat flauw. Maar juist door die inzet waarmee je het doet. En u merkt ook dat je bijvoorbeeld die dialogen, daar zit geen witje tussen, hè? Dat moet achter elkaar. Want de mensen moeten het gewoon, ja, als een soort douche over zich heen krijgen. En dan is het leuk. En dat gebeurt in het origineel en ook bij de films van de Marx Brothers, ja, ook. Als, ja, je denkt van, zou dit een grap zijn geweest, dan is er alweer een andere. Dan is er geweest. Alweer heel wat anders. Ja. Daarom waren er natuurlijk ontzettende spitse jongens. Hè? Dat was natuurlijk heel leuk. Er waren ook bijvoorbeeld Jos Kaufman, die schijnt wel eens voor ze gewerkt te hebben. En dan hebben ze zelf ook ongelooflijk geïmproviseerd. En het is een leuk grapje dat die Jos Kaufman, die heeft ooit eens een keer gezegd, toen hoorde hij zo'n stuk. En toen zei hij, ik ben nieuwsgierig of ik ook nog een tekst van mezelf hoor. Nee, maar dat was het geweldige. Maar weet je wat nou het leuke is van dit alles? En dat schiet me nou te binnen, dat deze vertaling zo fantastisch is. Want er is een meneer Brands geweest, die heeft ooit eens een keer in het cultureel supplement van de NRC geschreven, dat het dat hem zoveel ontging, dat het hem een heidense taak leek om zoiets te vertalen. En ik moet zeggen, dat heeft die Chris van Horen werkelijk magistraal gedaan. Ja, en niet al te letterlijk, maar alles overgezet op grappen. Ja, maar dat kan die ook hier, niet. Ja. Je kan ook dingen niet letterlijk vertalen, hè. Maar, hoe moet ik het zeggen? Ik bedoel, zo'n onzinzin als wie in een glazen huisje woont, die moet zich nooit uitkleden. Nou, dat is zo ontzettend gek. Ik weet het niet. Dat lachje van zo'n vrouw dat die zegt van, staan die ze te hinneken als ze het net over dat paard hebben gehad, hè? Het is kostelijk. Ja, het is, en als u het zo weer vertelt, dan denk je, misschien is het flauw, maar in die context en door de snelheid en de opeenvolging is het juist zo perfect. Ja. Is het dan ook nog een punt dat dit voor het publiek is opgenomen? Nou, ik denk dat dat voor het publiek leuk is om dat op te nemen. Natuurlijk. Maar ook voor de artiesten. Ja, maar het is ook zo natuurlijk dat als je nou daar zit en je ziet twee mensen voor een microfoon staan, en je hoort dan tegelijkertijd geluiden maken door Jan Zijdel. Oh ja, ja. En dan hebben die mensen er iets extra's bij natuurlijk. Want je roept toch akoestisch een wereld op, hè, en een situatie op die volledig herkenbaar is. Ja, en als je die man dan ziet, dan, ja, is dat extra komisch natuurlijk. Ja. Want ik hoefde net zijn naam alleen maar te noemen, Jan Zijdel, en u schoot al in een deuk. Ja, waarom? Omdat ik ineens denk, als ik daar stond met mijn broer Pieter, ja, god, en wij hebben natuurlijk maar een half woord nodig om elkaar te verstaan, en ja, al de gekkigheid en de malligheid en zo. Maar dan alleen zo'n blik van mijn broer Pieter, dan bijvoorbeeld alleen even met zo'n blik naar achteren naar Jan Zijdel, als hij dan weer stond te blaffen. Ja. Nou ja, dan moest ik tot door. Maar dan was je dus in een soort gekke vreemde spanning. Ja, dat was heerlijk. Ja, maar wat was nou voor u nog het verschil tussen het hoorspel en spelen op het toneel? Ja, ja. Nou is het gekke dat als je dit nou hoort, dan sta je eigenlijk ook op het toneel tegelijkertijd. He? Want dat was het ook zo. Wij speelden voor het publiek. En dat geeft natuurlijk een extra prikkel eraan. Ja, maar u wist dat het in eerste instantie gewaardeerd moest worden voor mensen die het alleen maar hoorden. En dan speel je toch anders. Want je speelt niet alleen maar voor die paar honderd man in het publiek. Nou, dat geloof ik niet, nee. Nee, ik geloof dat je dat speelt. En met dat publiek, voor dat publiek en tegelijkertijd, want als de mensen dat nou horen als hoorspel, dan horen ze ook het publiek. Hè? Dan horen ze dus eigenlijk een min of meer theateropname. Ja, ja. Hè? Wat natuurlijk in werkelijkheid nooit zou kunnen met zo'n straat en al die dingen meer. Maar ik denk niet dat daar een verschil in zit, want het is vrij behoorlijk aangezet ook, hè. Want die hele agressieve toon en zo, en dat schreeuwerige, dat hoort erbij. Want dat is de kern ook van die gekke Marx Brothers, hè? Maar dan dus de vergelijking tussen
puur, zuiver toneelspelen en het hoorspel. Want dat is natuurlijk wel degelijk. Als je dus alles van je fysiek moet hebben. Ja, heel nou, veel. Ja. Nou is het zo dat... wat je op het toneel doet, het heeft natuurlijk een heel uitvoerige voorbereidingstijd. En daar wordt alles eigenlijk zo vastgezet dat het een vast patroon wordt. Hè? En dat patroon herhaal je avond na avond voor steeds weer een ander publiek. En je slijpt het steeds mooier. Maar niet zoveel verschil dat je zou kunnen zeggen van... nou, ik heb het nou gisteren gezien en ik vond het beter dan eergisteren. Dat is het absoluut niet. Natuurlijk, het blijft mensenwerk, dus er zullen wel eens avonden zijn dat mensen niet helemaal gedisponeerd zijn. Maar dan mag het publiek dat niet merken. En het is ook helemaal niet nodig. En daarom blijf ik benadrukken dat dat natuurlijk een kwestie is van vak, van ambachtelijkheid. Mm. Maar die schaal, is het een andere schaal dat je op toneel zaken veel meer moet uitvergroten en meer met pauzes moet doen, die worden ingevuld omdat je er ook iets bij ziet? En wat is dan het verschil ja, met het hoorspel? Ja, dat is natuurlijk ongetwijfeld waar. Maar als ik nou weer even terugkom op dit, dan zie je dus dat dat met een snelheid gaat en toch een precisie in die dialoog die ook voor een zaal is op dat moment. Hè. Wat dat betreft scheelt het niet veel. Alleen je staat daar met papier in je handen en op het toneel speel je ook lijfelijk mee. Hè. Mm. En... Maar met zo'n hoorspel ook. Daar hebben altijd hele goede acteurs hebben hoorspelen gemaakt. En je kunt bij een hoorspel kun je bij wijze van spreken zo fluisteren en je kunt de stem vergroten of wat dan ook. Maar je moet niet alleen boom gaan geschreven, want dan ploft het te veel in die microfoon. Dus dat vereist weer een andere techniek. Mm-hmm. Hè? En daarom kan niet iedereen beide disciplines beheersen. Nee, dat is niemand kwalijk te nemen natuurlijk. Hè? Dat er zijn mensen die dan minder geschikt zijn. Je hebt ook geweldige acteurs gehad die bijvoorbeeld voor de camera heel slecht overkwamen. Ja. Dat is ook heel merkwaardig. Dat in de tijd dat de televisie in opkomst was en elke donderdagavond... Ook dat. Maar mensen die bijvoorbeeld op toneel hele fijne, genuanceerde dingen hadden... een uitdrukking en wat dan ook. Maar zoals u zelf terecht zei, in een theaterzaal wordt natuurlijk automatisch datgene wat je doet vergroot. Mm. Hè? Ik bedoel, dat wil zeggen, het krijgt meer ruimtelijkheid, laat ik het zo zeggen. Maar als je verstaanbaarder wilt zijn, is het niet automatisch zo dat je harder moet gaan praten? Nee, bewuster. Mm. Want dat is ook iets waar ik me verschrikkelijk kwaad om maak. Dat is namelijk wat je tegenwoordig ook hebt met die terreur, zal ik maar zeggen, van de geluidsvergroting en versterking. Je had vroeger mensen die stonden op zo'n toneel en dan waren ze niet helemaal verstaanbaar. En dan werd er wel eens geroepen door een regisseur, harder. En dan riep ik achteruit de zaal, toen ik toevallig daar even was, riep ik bewuster. En toen zei de regisseur, ja, dat bedoel ik ook, hè. Want als je onduidelijk praat, dus neem nou eens aan dat ik bijvoorbeeld zou zeggen van... tot op hoge leeftijd bij Koetje Marx een scherpzinnige man en zeg je, ja, ik hoor dat niet, joh, doe het even sterker. Nou, tot op een hele grote leeftijd bleef Koetje Marx een scherpzinnige man. Dus dan versterk je alleen de onduidelijkheid. Hè? Maar als je bewuster praat, dan kun je dus zeggen gewoon... tot op hoge leeftijd bleef Koetje Marx een... scherpzinnig man. En dan komt het aan. En dan komt het aan, dat is alleen bewust praten. En dat betekent dat datgene wat je zegt bedoeld is om gehoord te worden door anderen en dat het geen zin heeft om dat te doen zonder dat anderen het verstaan. Dan geldt dat. Dat zijn wetmatigheden die gelden voor alle serieuze uitingen. Dit is komedie. Dit is allemaal voor de lol. En zullen veel mensen denken, dan maakt het niet zoveel uit.
Maar juist dan heb je dat heel erg nodig, hè? Om een effect te kunnen bereiken. Ja, maar dan heb je het alweer, omdat je dan zegt, voor zo'n blijspel en zoiets, dat is allemaal voor de lol, maar het is natuurlijk een hoogst ernstige zaak. Ik bedoel, ik zal maar zeggen, je moet niet denken dat mensen die dus op een toneel staan en die een blijspel spelen, ik heb zelf heel veel gedaan, of een drama spelen. Ik bedoel, dat vereist dezelfde inzet en dezelfde vaardigheid en dezelfde talenten als in een drama. Begrijp je? Ik bedoel, dat maakt geen verschil. Er is alleen één merkwaardig verschil, dat een goed acteur kan dus zowel drama als blijspel spelen. Hè? Dat is absoluut, maar dat betekent dat hij zijn vak goed kent. Ja. Oh, er gebeurt even iets anders, nou, dat geeft niet. Dat betekent dus dat om het goed te kunnen doen, heb je dus al die wetmatigheden toch allemaal in je hoofd. U mag zich eigenlijk wel gelukkig prijzen dat u niet alleen aardig... het is leuk dat u in het hoorspel leuke dingen hebt gedaan, maar dat u alle facetten van het toneel zo gewaardeerd hebt gedaan. Ja, dat heb ik ook altijd leuk gevonden. Ik hou van, laten we zeggen, van een soort veelzijdigheid en zo. Hè. Dat vind ik heerlijk. Ja, en dat betekent ook dat je veel meer aan kunt. Dan zit je niet altijd in hetzelfde stramien. Ja, je kan heel veel. Maar zo zijn er natuurlijk meer, hoor. Er zijn er natuurlijk genoeg mensen die dat kunnen. Hè? Maar toch bent u ook een soort gewoontedier. U wilt wel graag op hetzelfde tijdstip uw kopje koffie. Ja, ja. Ja, maar het is heel merkwaardig. Dat komt gewoon omdat vroeger had je ook een beetje die hysterische neiging. Het bestond er bij sommige mensen dat je was met iets heiligs bezig. Nou vind ik het allemaal goed en wel, maar het is gewoon een vak. En daar moet je gewoon hard in werken. Maar waarom zou je nou als acteur, als je aan het repeteren bent, niet gewoon op tijd je kopje koffie mogen hebben en je lunch mogen gebruiken? En daar werd vroeger niet over gedacht. En dan dacht ik, die mensen werken zo hard. En hè, die kwamen laat thuis, moesten vroeg weer repeteren, 's middags weer met de bus mee weg. Dus op een goede dag, toen was ik nog heel jong trouwens, heb ik gezegd om 12:30, ik zeg, nu ga ik even weg. En iedereen keek me aan alsof ze dachten, wat gaat die nou ineens doen? Ineens weglopen bij de repetitie. Toen zei ik, ik ga iets doen wat elk normaal mens in deze wereld doet. Dat is namelijk gewoon om 12:30 eventjes een lunch gebruiken. Ik zei, ben over een 30 minuten terug. He? Nou, in Frankrijk was dat heel gewoon. In Frankrijk repeteerden de mensen van 10 tot 12 en van 3:30 tot 5. Want die lunch was er tussendoor. Nou is dat een beetje rijkelijk ruimte natuurlijk. Nee, maar dat is ook een kwestie van cultuur. Dat is daar weer heel gewoon. Maar werd u dan aangezien als een ambtenaar die dan zo op die tijd hing? Nee, in tegendeel. Dan werd ik weer aangezien als een soort revolutionair. Oh, ja, ja. Als een gek die dat... En toen later werd dat beseft. En dacht ze, ja, het is natuurlijk ook te zot voor woorden. Ja, ja. Hè, dat oudere actrices daar heel stiekem een boterhammetje zitten te eten. En gouden mond leeg doen, want ze moesten ze weer op. En ja, dat is natuurlijk belachelijk. Ik herinner me dat u ook bij het team van Cursief zat. Hè? Dat mooie satirische KRO-radioprogramma. Ja. Poging ooit op televisie, dat werd geloof ik niks. Maar waarom is dat op radio opgehouden? Ja, dat was iets... Kijk, daar heb je nou weer de ellende van die democratiseringsgedachte die toen leefde. Want ik vroeg dat aan iemand die daarmee te maken had. En toen zei ik, joh, wat is er nou toch in godsnaam gebeurd dat niet meer doorgaat? Wat was het geval? Ze hadden toen een democratische manier van stemmen. Ja. Dus het was dus uiteindelijk afgeketst op de stem van de meneer van de kantine. Nou. Want die zei, het is niet meer van deze tijd. Nou, ze draaien 30 jaar inderdaad nog steeds. Het was echt fantastisch. Ja, maar... Helaas is het voorbij. En dan op zo'n domme reden. Ja. Want anders had u het nog gedaan en nog met succes. Ik moet helaas op dit moment afscheid van u nemen. Oh. Luc Lutz, hartelijk dank. Graag gedaan.